Welkom bij weer een nieuwe video. In deze video laat ik een kerstkaart zien die vrij eenvoudig te maken is en waarvoor ik rubberen stempels heb gebruikt. Zoals je kunt zien heb ik als achtergrond een houtstempel gebruikt. Je kunt hier elke houtsoort stempel voor gebruiken. Het hoeft niet per se dus dezelfde stempel te zijn. Ik heb namelijk geen idee van welk merk stempel de houten achtergrond is. Ik heb hem ooit gekocht en ik zou het niet meer weten. Maar ik weet van Craft Emotions zijn houten stempels te koop. Je kunt van vele merken kun je een houtstructuur stempel kopen. Kijk, dit is die van mij. Ik heb dus echt geen idee van welk merk dat het is. Het is een rubberen stempel. Hij is vrij groot. En het papier valt er eigenlijk binnenin. Dus ik stempel hem ook straks op een speciale manier. Je kunt ook een groter stuk papier nemen en dit laten bijsnijden op maat. Dat kan ook. Dat ga ik in dit filmpje niet doen. Ik heb al een stukje karton wat ik op maat heb gesneden. Dus ik ga dat straks met de stamping tool op een beetje ingewikkelde manier stempelen. Maar je kunt het dus gewoon stempelen door een grotere stukje papier te gebruiken. Ik ga ook de krans van Penny Black gebruiken. Het is een hele mooie stempel, ook een rubberen stempel. En je stempelt als het ware met bruin de takjes en de besjes die erin zitten, die kleur ik in met een zichtmarker. Dit kan met eigenlijk met elke soort rode marker of stift die je maar hebt thuis. Een gelpen kan ook heel goed. En daarmee maak je gewoon de rode besjes. Ik heb ook een lintje gebruikt waar ik een strikje mee heb gemaakt. En dat zul je straks ook zien. Daar heb ik ook een speciale techniek voor gebruikt. De stempel van de tekst heb ik op een apart stukje karton gestempeld, uitgesneden. En dit plak ik straks ook verhoogd op met foamtape. Ik heb het zo kort mogelijk uitgesneden op de tekst. En ik ga nog met inkt langs de rand. Maar dit hoeft niet. Het is heel persoonlijk wat jij mooi vindt. Ik vind het wel leuk om daar met inkt omheen te gaan. Ik gebruik daar gewoon Distress inkt voor. De achtergrond heb ik ook gestempeld met Distress inkt. En ik vind de stempelafdruk met Distress inkt wordt niet helemaal kraakhelder. Maar dat vind ik juist bij deze kaart vind ik dat heel mooi. Voor de krans heb ik VersaFine gebruikt. Maar je kunt het net zo goed met een Stazon of met elke watervaste inkt in een bruine kleur kun je het eigenlijk stempelen. Het is maar net wat je voor handen hebt. Ik gebruik een zichtmarker, die is op waterbasis en daarom stempel ik met VersaFine of Stazon, in ieder geval een watervaste stift. Gebruik je nou kleurpotlood, dan kun je eigenlijk met allerlei soorten bruine inkt kun je wel stempelen. Zoals ik al zei, de kaart is vrij makkelijk om te maken. Ik gebruik een stempelhulp, ik vind het wel gemakkelijk. Ik draai mijn deurtje draai ik even om, zodat rubber te lezen is, omdat ik rubberen stempels gebruik deze keer. Ik gebruik dus de houtstructuur stempel. En zoals je ziet is het een vrij grote stempel. Je kunt dit natuurlijk ook met een stempelblok stempelen. Maar ik vind vooral met dit soort stempels is het gewoon ideaal om dat met een stamping tool te doen. Nou, zoals je ziet, het kaartje heb ik al op maat gemaakt. En zoals je ziet valt het echt binnen de stempel. Je moet hier dus echt rekening mee gaan houden. Vind je het nou lastig, dan kun je een groter stukje papier gebruiken en dit later op maat bijsnijden. Ik denk dat het mij wel gaat lukken, maar voor de zekerheid
plak ik als het ware het papier vast op de stamping tool. Je hebt daar een tape voor dat niet permanent is, die kun je ervoor gebruiken. Maar wat ook heel eenvoudig kan, is gewoon even een stukje van de paarse tape nemen. Dit oprollen, zodat de plakrand aan de buitenkant zit. Kijk, het plakt nu aan beide zijden. Je plakt het aan de achterkant van het papier. En je plakt heel eenvoudig het papier vast in je stamping tool. Eigenlijk is dat hetzelfde als dat je het papier vast zou zetten met een magneten. Alleen dat kan nu natuurlijk niet. Maar het gaat nu geen kant op. Ik leg de stempel erop. Het papier gaat nu niet meer verschuiven. Je ziet, het gaat echt geen kant meer op. En door de paarse tape zal het ook niet beschadigen aan de andere kant van het papier. Ik beïnkt de stempel. En zoals ik al zei, als je gaat stempelen met distress inkt, zal de afdruk niet heel scherp zijn. Maar hoe vaker je gaat stempelen met distress, hoe scherper dat het gaat worden natuurlijk. Dus vind je het niet goed? Kijk, je ziet, deze afdruk is nog niet helemaal goed. Dus ik ga wederom de stempel weer beinkten. En ik druk nogmaals af. En dit ga je gewoon doen tot jij de afdruk goed genoeg vindt. Er komt nog wat overheen. Er wordt nog een krans opgestempeld. Dus als het binnenin niet helemaal goed gestempeld is, vind ik het in deze niet zo heel erg. Je moet er wel rekening mee houden hoe vaker je het gaat stempelen, des te donkerder de achtergrond ook zal gaan worden. Ik wil hem in dit geval niet te donker hebben. Kijk, in het midden moet nog een klein beetje bij. Dus ik stempel hem alleen in het midden nog even een keer af. Even goed aandrukken. En dan is hij wat mij betreft goed genoeg. Nou, de stempel even weer gauw schoonmaken. Die kan weer aan de kant. Kijk, je pakt heel gemakkelijk het kaartje eraf. Het is niet beschadigd. En op deze manier kun je heel gemakkelijk een stukje papier vastleggen zonder dat je de magneetjes gebruikt. Nou, ik maak de stempeltool ook even weer goed droog, want ik moet nog meer gaan stempelen. En anders kunnen de vlekken komen op de kaart. Ik heb hier overigens aquarelpapier gebruikt. Omdat ik met de zichtmarkers aan de gang ga, vind ik het makkelijker om daar aquarelpapier voor te gebruiken. Nou, ik ga de krans goed leggen. Je kunt zelf bepalen hoe je de krans wil leggen op het papier. Je ziet dat de krans ook iets buiten het papier gaat vallen, maar ook dat vind ik niet erg. Ik zet nu het papier wel even vast met de magneten. Hij staat nog op rubber. Ik ga dus nu met de VersaFine stempelen. Dit is de sepia. Het is een mooie bruine kleur, een warme bruine kleur. Maar je kunt dus ook gewoon Stazon gebruiken. Of ga je met potloden inkleuren of met Copics. Dan kun je ook gewoon Memento bijvoorbeeld gebruiken. Kijk gewoon wat je zelf in huis hebt. Nou, is de stempel nog niet mooi genoeg, ga je het gewoon nog een keer beinkten. Ook hier beinkt hem niet te vaak. Op een gegeven moment is het gewoon goed. En stopt dan ook. Je kunt ook te vaak gaan stempelen, waardoor de takjes zo donker worden dat ze niet goed meer zichtbaar zijn. Dus goed is goed en stopt dan ook.
Dat is soms wel het gevaar van de stamping tool, vind ik. Je kunt soms te vaak gaan afdrukken. Waardoor de afdruk gewoon niet mooi meer wordt. Nou, je bekijkt als het goed is, dan is het ook goed. Nou, je ziet al die witte puntjes zie je zitten. Die moeten straks worden ingekleurd met zichtmarken. Dat zijn de besjes. En als je heel goed gaat kijken, als je de stempel hebt en je gaat heel goed kijken naar de stempel, zul je heel veel puntjes zien zitten. Het inkleuren van de besjes doe ik eigenlijk gewoon op gevoel. Je hoeft echt niet alle puntjes in te kleuren. Kijk gewoon, wat is een besje? Wat is er gewoon? Want er zitten ook gewoon witte vlekjes op. Kijk gewoon van, wat vind je nodig om te kleuren en wat sla je over? Meestal doe ik dit niet al te secuur. Ik pak mijn marker en ik ga gewoon wat rode stipjes her en der zetten. Ik zei al, dit is een vrij snel kaartje om te maken, dus ik besteed er niet te veel aandacht aan. Je ziet het echt niet weer terug dat je misschien een besje vergeten bent te kleuren. Bekijk hem af en toe eens van een afstandje. Moet er nog ergens een rood stipje? Maar je ziet, het gaat best snel. Gewoon een aantal rode stipjes zetten. Denk er vooral niet te veel bij na. Ik gebruik dus gewoon de marker op zich. Ik ga verder niet mengen met water. Je ziet daar toch weinig van terug. Normaal als ik inkleur met de zichtmarker, dan ga ik het vervagen met water. Maar dat doe ik dus allemaal niet bij deze kaart. Dus daarom kun je eigenlijk voor het inkleuren van de besjes kun je alles gebruiken. Wat jij maar thuis hebt. Heb je een rood kleurpotlood? Is ook prima. Heb je een rode gewone viltstift? Is ook prima. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Gebruik gewoon de materialen die je thuis hebt. Je hoeft niet alles aan te schaffen wat ik heb. Vaak kun je met eigen materialen net zulke leuke kaarten maken. Heb je niet de Penny Black krans? Hij is vrij prijzig. Gebruik een ander soort krans. Je kunt dit met allerlei soorten stempels doen. Ook de houten achtergrondstempel is van verschillende merken te verkrijgen, van goedkoop tot heel duur. Nou, ik kijk hem nog even na. Ik zet her en der nog een rood puntje. Tot ik tevreden ben. Nou, volgens mij heb ik alles wel gehad. Toch nog een paar puntjes erbij. En dan kan de marker weer aan de kant. Kijk, je ziet dat er echt nogal witte vlekjes te zien zijn. Maar dat is niet hinderlijk bij deze stempel. Je hoeft dus niet alle vlekjes te kleuren. Ik ga nu met een mesje een sneetje maken aan de bovenkant en dan eigenlijk aan de onderzijde, aan de binnenzijde van de krans. En dat sneetje moet ietsjes breder zijn dan het lint wat je gaat gebruiken.
Je kunt het op een snijmatje doen, maar meestal pak ik de kaart even in de hand. Je kunt het ook met een schaar doen, met een scherpe punt. Nou, ik knip een stukje van de lint af en ik schuif hem door het gleufje wat je gemaakt hebt met de mes. Je kunt nu het stukje lint aan de achterzijde over elkaar heen vouwen. Ik knip er nog een stukje af, anders wordt het te lang. Ik zet het vast met een plakbandje, gewoon een normaal plakbandje. Je ziet hier straks niets meer van terug. Het oplegkaartje wordt op een basiskaart geplakt en je vindt daar echt niets van terug. Ik ga namelijk nog een strikje maken. En die komt dan aan de bovenzijde op de krans. En omdat een strikje strikken best moeilijk is, heb ik eerst een stukje lint vastgeplakt. En nu knoop ik daar gewoon een stukje lint aan en ik maak een strikje. Ik heb op deze manier meer speelruimte om het strikje goed te maken. Ik vind het strikken soms best nog lastig, helemaal met mijn handen, de beperkingen die ik aan mijn handen heb. En op deze manier kun je gemakkelijk een strikje maken en je kunt ermee spelen net zolang totdat jij tevreden bent. Het lijkt net of er een strikje in zijn geheel is gemaakt, dus dat je maar één stukje lint hebt gebruikt, maar dat is niet zo. Je kunt het verschuiven, je kunt er echt mee spelen tot je gewoon helemaal tevreden bent. Als je helemaal tevreden bent, dan knip je de uiteinden gewoon op maat af. Je kunt ze schuin wegknippen, je kunt ze met een veetje gaan knippen. In dit geval knip ik ze gewoon schuin weg. Ik was niet helemaal tevreden, maar omdat ik daar soms best lang mee bezig kan zijn, heb ik toch maar besloten om het zo te laten. Ik heb een rode basiskaart en daarop komt de kaart. Ik ga de kaart verhoogd opplakken met foamtape. Zoals jullie weten gebruik ik foamtape van de Action. Dat is niet te dik, dat is lekker breed, dus met 3 stroken kan ik gewoon een oplegkaartje opplakken. Ik vouw de hoekjes een klein stukje terug van het foamtape. Zoals je dat zo kunt zien. Eigenlijk was de kaart nog iets te breed. Normaal gesproken zijn mijn kaarten iets smaller. Ik denk dat dit papier net iets groter was als een A5 wat ik dubbel heb gevouwen. Besluit toch om gewoon door te gaan. Ik knip een stukje foamtape doormidden voor de tekst. De andere helft plak ik altijd weer terug op de rol met foamtape. Die kan ik weer gebruiken voor een andere kaart. Nou, het is nu vrij basic allemaal. Je kunt de tekststempel gaan bewerken met inkt. Je kunt zelfs nog om de rand van het oplegkaartje kun je nog gaan bewerken met inkt. Bij sommigen heb ik het wel gedaan en bij sommigen doe ik het niet. Gewoon soms ook simpelweg omdat ik het vergeet. Want ook deze kaart kun je weer makkelijk in meerdere tegelijk maken.
Kijk, ik vouw de hoekjes weg. Dan heb ik de kant waar de bescherming nog op zit, daar kan ik mee gaan schuiven tot de kaart recht ligt. Dan druk ik voorzichtig de kant aan waar de plak al van af is, waar dus de beschermlaagje al van af is. De kaart zit vast, kan geen kant meer op. Je trekt voorzichtig de strookjes weg en je plakt eigenlijk de kaart gelijk goed vast. Dit is mijn manier waarop ik alle kaarten met foamtape plak. Ik vind het gewoon makkelijk. Nou, zoals je ziet is de kaart eigenlijk alweer klaar. Je kunt er nog een binnenkaartje in doen, wat ik meestal wel doe bij donkere kaarten. En dit was hem alweer. Snel, simpel en toch een leuke kerstkaart. Nou, er komen zo nog een aantal foto's van dichtbij. Ik heb ook nog een variant gemaakt met een kerstboom. Dezelfde achtergrond, een andere stempel, gewoon om het je te laten zien. Ook dat kan met de houten achtergrond. Je kunt er gewoon hele leuke dingen mee doen. Nou, dan bedank ik jullie voor het kijken naar deze video. Ik wens jullie veel vreubelplezier en graag tot een volgende video.